Sandra Blom loopt dit jaar voor de vierde keer de Zevenheuvelenloop. Toch leek het de lange tijd op dat ze dit jaar niet mee kon doen. Tijdens haar skivakantie raakte ze namelijk zwaar geblesseerd. De dag begon ontzettend mooi. Het was strak blauwe lucht, zonneschijn. We waren de dag ervoor aangekomen. Dus we hadden al een beetje ingeskiet. Dus die eerste dag gingen wij vol gezelligheid en zonneschijn van start. En rond een uur of 11 ochtends naar het eerste kopje koffie en wij weer de volgende helling afgingen, ging het mis. Ik ging met één been waarschijnlijk in een kuil. En dan buitel je door de lucht en ik kwam een aantal meters verder op de helling weer terecht. En alleen nog een stukje naar beneden. En toen ik eenmaal van de schrik bekomen was, toen dacht ik, ik kan mijn been niet meer bewegen. En alles deed zeer. Ja, dan gaat alles heel snel. Het duurt best wel lang voordat het kwartje echt valt. En toen ben ik denk ik 2 dagen ontzettend verdrietig geweest. En toen dacht ik de derde dag, er is altijd iemand die de beste casus wordt na zo'n operatie. En toen dacht ik, dan ga ik maar gewoon knokken dat ik dat word. Toen overigens had ik nog niet bedacht dat ik ooit weer zou gaan hardlopen hoor. Maar ik dacht, ik ga gewoon knokken om er zo goed mogelijk uit te komen. Het was achteraf dacht ik een soort van vlaag van verstandsverbijstering. Want dat was toen ik aan het trainen was in de sportschool. Toen ik alleen maar krachttraining deed en nog steeds op 2 krukken liep. En toen keek ik naar iemand die op de hardloopband liep op de sportschool. En ineens dacht ik, maar dat kan ik straks denk ik ook weer. Gelukkig heb ik een fysiotherapeut die zelf ook heel erg van hardlopen houdt. En die zei, ik sluit het niet uit. De kans is heel klein. Maar je weet niet waar je grens ligt. Dus laten we maar opzoeken waar de grens ligt. Ik hoop dat ik mensen de boodschap mee kan geven dat ook als de vooruitzichten slecht zijn. Dat als je met heel hard werken en geloof dat je misschien wel verder komt dan dat je zelf denkt of dat anderen misschien denken. Dus moed houden en ervoor gaan.